Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En voor als je nieuw bent, neem deel aan de DTL Squad door hieronder te abonneren. En geef deze video een duimpje omhoog. En laten we dan snel beginnen met de Reverse Slime Challenge. How to diarree slime maken. Het is echt zo'n vieze textuur. Knot, drank, pudding. Het is echt een beetje een raar natte groetje. Ik gooi lenzenvloeistof over mezelf heen. Het is heel raar. Kijk dit dan. Wow. Het lijkt een roze slag. Oh, kijk hoe dik het is. Echt lekker dit. Mochten jullie je afvragen wat de Reverse Slime Challenge is, we gaan gewoon lekker slime maken, maar dan andersom. Dus omgekeerd. We zijn heel erg benieuwd of het gaat werken. Bij de andere had het volgens mij wel gewerkt die wij gezien hebben. Maar wij vonden het zo'n leuk idee dat we dachten, dit moeten wij een keer doen. Ja. En hiervoor gaan we als eerst de lenzenvloeistof gebruiken, daarna de kleurstof, dan scheerschuim, dan baking soda en de lijm. En trouwens, wij hebben ook kleurstof. En deze hebben we bij een bakwinkel gekocht. Ja, taartenbak of zo. Ja. En ik heb hem in de kleur Grape Violet. En ik in Fuchsia dus. En de lijm hebben we trouwens gekocht bij de Bruna. Baking soda Albert Heijn bij de bakafdeling. Lenzenvloeistof ja, ook bij de Albert Heijn. En bij de scheerschuim bij de Albert Heijn. En deze bij de trekpleister. Dus dat is... Kijk, we alles halen. We hebben het lenzenvloeistof nu nodig. En het is wel lastig, want je weet niet hoeveel je moet hebben. Ja. Het is gewoon beginnen met een bodempje of zo. Ik ben ook benieuwd, zou dit dan beter werken of zo zelfs? Of... Oh, ik doe een beetje op gevoel erin. Nou, ik denk misschien wel meer. Dat wat ik heb. Ik heb nu een bodempje. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ja, daar begin ik ook mee. Zoiets. Ik kan altijd nog meer doen. En dan hebben we... Moeten we nu de kleurstof toevoegen. Oh, okay. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Als ik het open krijg. Ah, auw. Mag ik bijten? Nee, niet doen. Mami. Het gaat er nu in. Ik denk dat ik... Ik denk dat dat wel dit genoeg is, hoor. Dit is genoeg. Nu jij? Oké. Okay. Ja? Ik ga denk ik gewoon een paar druppels doen. 1, 2, 3, 4, 5. Uw, het is helemaal rood. Omdat er natuurlijk nog niks van scheerschuim bij is. Het lijkt net bloed. Er komt straks ook nog scheerschuim en alles bij, dus dat komt wel goed. Dit is scheerschuim en de kleuren zijn nu nog heel fel. Tenminste, heel donker eigenlijk. Maar als er scheerschuim bij wordt, dan wordt het natuurlijk allemaal een stuk lichter. Tja, doet er nu haar scheerschuim bij. Zo, dit is goed, denk ik. En dit ga je mixen. Eeuw, dit is echt raar om te mixen. Het wordt wel een mooie kleur, maar eeuw. Zoiets, denk ik. Het is ook klonterig, kijk. Moet dit al gaan mengen dan? Ja, toch? Volgens mij wel. Oh, dat is best lastig. Dat je het iets beter kunnen zien. En mocht het straks nou echt heel slecht slijm zijn, of gewoon niet zoals we het willen, dan kunnen we natuurlijk altijd nog een beetje van iets toevoegen. Ja. Het moet op zich wel lukken. Kijk, denk ik. Ik weet niet of je het een beetje kunnen zien, maar je ziet echt nog zo'n blob scheerschuim een beetje blijven draaien van hier. Ook mij vindt het niet wel al bij jou is het afgerond. Zo. Meer erbij. Want we hebben natuurlijk ook twee dingetjes bij. Oh ja, inderdaad. Dus dan is het... Oeh. Nee, niks. Ah, dit gaat wel. Dit ziet er wel goed uit. Dit is eigenlijk gewoon scherm. Kan je even oppassen met je elleboog? Dit ziet er echt wel leuk uit. Zo, plop. Plop. Maar je mag nog niks extra's toevoegen. Zullen we wel afspreken dat we aan het einde iets kunnen toevoegen? Ja. Want ik wil nog wel een klein beetje kleurstof. Mag dat wel? Ik vind het wel leuk om het namelijk een beetje, ja, niet echt lila, maar ietsje donkerder te doen. Dus, ja. Kijk dit dan. Oh, dit lijkt een roze slagroom. Kijk hoe dik het is. Echt lekker dit. Oké, het is nu echt een soort van lavendelkleurige slagroom. Het ziet er super lekker en mooi uit. Dus ik ben er ook heel erg tevreden over. Oké, we hebben nu baking soda. Dit hebben we bij de Albert Heijn gekocht. En deze gaan we nu gebruiken. En dit is dus zodat de slijm minder plakkerig wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat het meer geheel wordt, zeg maar. En ietsje dikker als je erin pookt. Zo, nu jij. En dit is niet per se heel spectaculair of zo. Maar dit moet je er gewoon in mixen. En het is echt een soort poeder. Wit poeder. Ik doe de restjes erin. En de laatste stap is straks de lijm. Dus ik ben super benieuwd. Ja. Dit gaan we weer mixen. Oké, nu gaan we de lijm toevoegen. Ja. Ik hoop echt dat het gaat werken. Dus ik ga gewoon potje voor potje eraan toevoegen. En ik ga ook niet gelijk heel veel doen.
Maar nee. Gewoon, ik ga gewoon beginnen met één. Nou, ik ga hem niet in één keer. Ik ga denk ik gewoon voor de helft even erin doen en dan kijken wat het effect is. Ja, dat is wel. Kijk, als je hoort, zie je het gelijk trekken. Dus het wordt in ieder geval al slijm. Dus dat is al in ieder geval heel erg goed. Het wordt helemaal rood. Ik denk dat ik er meer schuurschuim bij moet doen. Het is echt heel raar. Ik snap het niet helemaal. Het zakt helemaal in elkaar door die lijn. Maar ik ga nu zeg maar echt alle lijn erin doen. En dan ga ik, weer aanpassen. Ik ga het gewoon even mixen en dan zien hoe het wordt. Want het is heel raar. Want eigenlijk is de lijn een soort van de activator, om het zo maar te zeggen. Dus het is heel raar. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt. Ja, het is heel apart. Maar ik zou wel, als ik slijm kan maken, eerder voor de traditionele volgorde gaan. Dat is net wat makkelijker. Net was het heel erg aan het trekken. Nu is dat eigenlijk wel een beetje weg. Ja. Dus misschien moet ik even wat meer van dit toevoeggen. Lenzenvloeistof dus. Daar ging de lijn bijna. Ja, volgens mij helpt lenzenvloeistof wel al een heel stuk. Maar het is een heel vies drapje. Op dit moment is het een beetje een veel, maar we gaan proberen het te fixen. Door gewoon nog meer van alles toe te voegen. En we zullen zien of het werkt. Ik weet niet, ik vind het een beetje vaag allemaal. Ik heb niet echt gevoel dat het aan het werken is. Nee, ik ook niet. Eww. Ik gooi lenzenvloeistof over mezelf heen. Nou, we hebben van alles nog extra toegevoegd en het wil maar niet lukken. Ja, ik weet niet, het is gewoon heel raar of zo. Het is heel, heel raar. We hebben het een keer eerder met, met deze lijn gemaakt. En scheurschuim. Ik weet niet, ja, met al deze producten. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Hier zit gewoon borax in. Deze lijn hebben we al een keer eerder gebruikt. Scheurschuim zal niks misschien moeten zijn, want die hebben we ook al eerder gebruikt. En ik kan niet voorstellen dat het aan de kleurstof ligt. Nee. Dus het is heel raar. Toch wel jammer. Ik had echt gehoopt dat het zou werken. En in principe, de baking zou ik juist steviger moeten maken. En we hebben ook gezien dat andere mensen deze baking soda gebruikt hebben. Dus daar kan het in principe ook niet aan liggen. Ja. Het is ook wel slijmerig, maar niet slijm. Ja. Het is eerder snot. Drap. Pudding. Wij gaan het nog even proberen te fixen. En dan komen wij jullie terug en laten weten of het juist wel is gelukt. Of dat het gewoon een absolute fail is en dat de reverse slime challenge niet een goed idee is. Oké, dit is hoe het er nu uitziet. En het is heel slijmerig. Maar ik kan er op een of andere manier wel een beetje aan zitten zonder dat mijn vingers heel viezig worden. Het is toch niet echt wat het moet zijn, maar volgens mij gaat het nu wel de betere kant op. Of ligt dat aan mij? Ja, bij mij ook al. Het is een soort van aan het samentrekken. Ja. Het is echt een beetje een raar natte goedje. Maar het is een soort van slijm. Kijk, luister, dit is. Je hoort echt dat het gewoon nog een beetje nattig is of zo. Ja, wat moet je hiermee dan? How to diarree slijm maken. Het is echt zo'n vieze textuur. Dit is echt een mega grote veel. Ik weet niet, misschien hebben we te veel lenzenvloeistof of te veel scheerschuim. Maar ja, dat is natuurlijk super moeilijk te meten. Ja. Hoeveel je nodig hebt als je het nog niet gemaakt hebt, soort van. Ja, inderdaad. Dus ik weet niet wat we hiermee zouden moeten doen. Ik hoop dat jullie het alsnog wel leuk vonden. Doe dan vooral een slijmerig duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Laat even weten wat wij verkeerd hebben gedaan. Want ik denk niet dat het er zo uit hoort te zien. En als jij hem zelf nagemaakt, dan weet je vast waar de fout bij ons ligt. Dus laat het ons weten. Help ons uit, want dat is niet leuk. We snappen het niet, want de lenzenvloeistof zit gewoon borax in. Scheerschuim wordt gewoon te werken. Lijm zit gewoon PVA in. En in de... ja, ik weet het niet. Ik snap het allemaal niet meer. Ik kan het wel een beetje vastpakken. Oh nee, laat maar. Nou ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Ik ga Mal nu niet kussen. Doei. Bye. Oh. Shit, nee. Mama, snel, zit een druppeltje slijm op mijn deken. Want ze zegt mij, ze moet wel op ons voor deken. Mama.